Ja, we gaan nog even ijverig verder om hem helemaal af te maken. Ik liet natuurlijk al net zien dat hij bijna klaar was. En ik wou eerst eigenlijk gewoon verder gaan met een volgende. Ik denk, maar nee, eerst even afmaken. Op de achtergrond zie je de handdoek die ik voor mijn dochter gemaakt heb. Ik denk, hé, dan is dat een leuke toepasselijke achtergrond. Je ziet, hij is nog steeds, dan wordt hij gepakt. Elke week hangt hij eigenlijk wel aan de lijn. Dus het is nogal een belangrijk dingetje geworden. Ik doe als laatste bij de schulpjesrand. In de beschrijving stond dat ik 6 stokjes moest doen. Ik doe er wel 7, anders dan is het niet goed. Want ik gebruik dunnere draad. 2, 4, 5. Zes. Zeven. Dan een vaste. En nog eentje. En dan komt hij precies mooi uit. Het is echt een werkje, gewoon heerlijk voor alle mensen die bijvoorbeeld net met haken begonnen zijn, die nog niet zo heel veel haakervaring hebben. Dus zelfs voor mij, ik heb al heel wat meer haakervaring, maar ik vind het gewoon nog heerlijk om te pakken. Het gaat gewoon rond en rond en rond en er ontstaat een ontzettend leuk en gezellig onderleggetje voor op de campingtafel. Ja, mijn zus was van de week bij me en die zag hem op tafel liggen, want hij ligt daar heel voor de pak, zodat je weer een klein stukje verder kan. En die zei al, oh wat leuk, ja, het ziet er echt super leuk uit. Dus ja, nou ja, dat kan je eigenlijk op de video al zien. Het is gewoon een heel gezellig dingetje. Ik ga door met de volgende. Oh ja, ik had nog wel even, want in het patroontje gebruiken ze echt 12 verschillende kleuren. Ik heb dus mijn kleuren terug laten komen, dat vond ik zelf wel leuk. Dus, maar dat is natuurlijk naar wat je zelf leuk vindt. Ik haal dit patroontje uit de haakagenda 2024. Ja, nog 1 weekje en dan begint in het zuiden de vakantie. Het realiseer ik me voor mezelf ook, dat betekent dus nog 2 weken en dan begint mijn vakantie. Wow! Af en toe dan kan je de tijd even niet bijhouden. Maar ik dacht, weet je, ik vind het wel even leuk om in deze video te gaan vertellen hoe ik de vakantieperiode denk te gaan opvullen. Ik ga natuurlijk niet 6 weken stoppen met video's maken, want daar vind ik het veel te leuk voor. Maar ik had zo wel een aantal vraagjes aan jullie en ik vond het ook leuk om zelf dan even het een en ander te vertellen hoe ik dan met mijn YouTube kanaal in de vakantie verder ga. Ik had de komende 2 weken gewoon nog in mijn gedachten om sowieso video's op te nemen. Zoals je wel kunt weten, ik kom elke week met een video. Ook vaak nog een short tussendoor, 2 dingen. Dat wil ik gewoon nog de komende 2 weken sowieso nog volhouden. Als we zelf op vakantie gaan, dan neem ik ook echt even natuurlijk pauze. Want we hebben allemaal behoefte aan rust af en toe. Of dingen die even dan gewoon anders gaan dan anders. Dus dat heb ik ook. Dan hebben we dus een week of 2, 3. Kijk nog eventjes. Neem ik een soort pauze. Niet dat ik dan zal stoppen met handwerken, want dat gaat bij mij natuurlijk altijd door. Maar gewoon wel even om in ieder geval geen video's op te nemen. Want geloof het of niet, maar een video opnemen is echt meer werk dan dat ik dacht. Het is dus niet zo van zet je camera aan en neem wat op. Er komt altijd wel iets uit. Nee, want daarna ben je gewoon nog bezig om ook stukjes eruit te knippen. Of dat je in ieder geval gaat editen. Je wilt het gewoon mooier maken. Het is in ieder geval veel meer als eventjes een video opnemen. Nou, een beetje kerstig begin, maar ik ga gauw een kleur toevoegen om dat kerstige weer eraf te halen. Ik heb blauw denk ik of zo. Hè? Ik heb natuurlijk een hele tas vol. Misschien wel roze. Ja, ik heb het idee dat alle kleuren dit keer bij elkaar passen. Dus bij deze had ik geen rood gebruikt. Bij deze ga ik nu wel rood gebruiken en oranje. Dus ik voeg gewoon nog een paar kleuren toe. Het wordt gewoon een heel bont en vrolijk gebeuren. Als laatste had ik nog 2 vragen aan jullie. En dat is, welk handwerkje gaat er sowieso mee in de koffer? En ik zou ontzettend leuk vinden als jullie daarop reageren. Want
door te reageren weet ik natuurlijk een klein beetje wat er allemaal leeft onder mijn kijkers. En daarom, ja, ik neem dit handwerkje sowieso mee. Dat zal tegen de tijd dat ik op vakantie ga echt nog niet klaar zijn. Dus ik neem deze onderleggertje mee. En ik ga sowieso ook mijn merklap meenemen. Dat is tegelijkertijd ook het werkstuk wat ik volgende week aan jullie verder laat zien hoe het daarmee gaat. Dus dat gaat in mijn koffer. Dus mijn vraag aan jullie is, wat gaat er in jullie koffer? En de tweede vraag. Na de vakantie, dus dat duurt nog wel heel eventjes, maar dan ben ik even benieuwd van wat vinden jullie leuk om meer in mijn video's te zien? Ik weet onder andere dat mensen het leuk vinden, de onderwerpen die ik bespreek. Nou, misschien heb jij wel zoiets van, doe eens wat meer onderwerpen over opvoeding bijvoorbeeld. Jullie hebben een groot gezin, misschien kun je daar wat meer over vertellen. Misschien vind je het leuk als ik persoonlijke video's deel, hè, met, ja, van wat we allemaal doen als gezin. Misschien vind je dat een leuk element. Misschien wil je wel gewoon veel meer haakvideo's zien. Misschien vind je het leuk om meer borduurvideo's te zien. Ik vind het ontzettend leuk als jullie meedenken met mijn YouTube kanaal. En dat ik dan weet van, hey, dit is wat mijn kijkers leuk vinden. En nou, dan kan ik daar ook weer mee verder. Dus hartstikke leuk als je reageert en op deze twee vragen een antwoord gaat geven. Nou, ik heb dit lekker weer een stukje verder gedaan. Volgende week kom ik weer met mijn merklap. Dat is ook mijn favoriete werkstuk. En dan hoop ik tot de volgende keer. Doei doei!